Klimaatrechtvaardigheid. We gaan zo beginnen en dan gaan we ook live. Dat houdt in dat dit... Oké, okay. Welkom bij het panel Strijd voor Klimaatrechtvaardigheid, lessen uit de beweging. Dit panel is georganiseerd door de Klimaatstrijd in Crisistijd Coalitie, een deel van de serie Klimaatstrijd in Verkiezingstijd. De redactie bestaat uit Code Rood, Extinction Rebellion Nederland, Fossielvrij Nederland, Greenpeace, de Internationale Socialisten, Maastricht voor Climate, Milieudefensie en Transnational Institute. Deze webinars zijn georganiseerd onder het motto voor de beweging, door de beweging. Het doel? Strategische en politieke discussies voeren. Hoe? Door met verschillende activisten uit de beweging over actuele vraagstukken te praten. Dat gaan we vanavond dan ook doen. Er komt namelijk een klimaatalarm, de 14e maart. En daar wordt door een brede coalitie flink voor gemobiliseerd. Steeds meer mensen, wie weet, misschien ook jij, zijn bezig met het organiseren van klimaatprotest. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze acties en mobilisaties ook gaan leiden tot het stoppen en beheersen van klimaatontwrichting? In het verleden ben ik helaas ook wel eens onderdeel geweest van een momentum dat compleet inzakt na een succesvol moment. Na een succesvolle klimaatmars of een staking of een bezetting of wat dan ook, is opeens alle energie weg. Na een afloop van een intense periode kun je je opeens afvragen, waar is iedereen heen? Mensen die daarover gaan praten zijn, naast misschien jij, in ieder geval Lisette van Fossielvrij Nederland, Jana van onder andere het Climate Camp Scotland en Ineos Wil Val en Anneke van Code Rood. Mijn naam is Harriet Bergman en ik ben de moderator van vanavond. Ik hoop deels ook jullie vragen te kunnen modereren. Vandaar de uitnodiging actief gebruik te maken van de chat en hier ook vragen te stellen voor de discussie. Er bestaat niet zoiets als een slechte vraag, maar wel zoiets als beperkte gesprekstijd of een focus van het gesprek. Dus laat je op geen enkele manier tegenhouden om een vraag te stellen. Als die absoluut niet past, dan kan het zijn dat ik hem toch niet behandel. Als die wel past, dan zijn we alleen maar super dankbaar dat je hem gesteld hebt. Dus wat het ook is, stel hem in de chat en we proberen het te bewerken.
De outline van dit webinar. Eerst is er een panelgedeelte waar alle panelsprekers zich kort voorstellen. Dat zijn Lisette, Jana en dan Anneke. En naast dat ze vertellen over hun succesmomenten in de klimaatbeweging, ga ik ze ook een paar vragen stellen. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn: wat is momentum? Kunnen we daarop voorbereiden? Wat is een coalitie? Wat zijn dilemma's en strategische keuzes die coalitiewerk met zich meebrengt? En hoe heeft samen mobiliseren voor een groot iets in het verleden uitgepakt? Hetzelfde soort vragen stellen we over de verhouding van de Nederlandse klimaatbeweging tot de internationale klimaatbeweging. Hoe vergelijkt Nederland met andere landen? Wat zijn de voordelen van lokaal organiseren? Waarom en wanneer en hoe mee te liften op internationaal moment? Het zijn dus heel veel kanten waar het gesprek heen kan. En jij kan die kant potentieel bijsturen of in de chat of in de Mentimeter. En nu alvast een voorproefje op die publieksparticipatie voor en door de beweging. Nou, ik ga ervan uit dat jullie allemaal heftig betrokken zijn bij de klimaatbeweging en staan te springen om een Mentimeter-vraag in te vullen. En die Mentimeter-vraag is: wat zijn de grote successen geweest in de beweging? Internationaal, nationaal of lokaal? Als het goed is, gaat Irene zo in de chat de link naar de Mentimeter sturen. Hoop ik. En dan kun je daar iets invullen. Irene? Daar verschijnt hij al. Ik zie nog niet de link verschijnen, maar je kunt natuurlijk naar menti.com gaan en dan de code gebruiken die daar staat. Dus in een apart scherm typ je www.menti.com. Dan gebruik je de code 2232684. En dan ga jij de vraag beantwoorden die straks ook de panelleden gaan beantwoorden. Wat zijn de grote successen geweest in de beweging? Als het goed is, kunnen jullie vanaf nu, konden jullie dat al, kunnen jullie nu antwoorden typen. Dus doe dat vooral. Ondertussen blijven er mensen binnenkomen. Welkom bij de livestream. Welkom in de webinar. Het wordt ook gelivestreamd. Maak het jezelf gemakkelijk. Ga alvast naar menti.com en vul daarin wat voor jou een groot succes is geweest in de beweging. Dat kan internationaal, nationaal of lokaal. Dus ben je bij een actie geweest? Heb je iets heel kleins georganiseerd? Heb je iets heel groots georganiseerd? Wanneer is iets eigenlijk een succes? Is het een succes als je eindelijk je buurvrouw overtuigd hebt? Of is het een succes pas als je met meer dan 200.000 mensen ergens bent? Wat betekent succes? Op welke schaal is iets een succes? Er verschijnen al allemaal antwoorden. Dat is fijn om te zien. Even kijken, meerdere tegelijk nu. De opkomst van de schoolstakers, internationale verdragen, bewustwording wordt gezien als een succes. En de ellende de afgelopen jaren, dat is natuurlijk ook een mooi succes, omdat er telkens meer mensen kwamen. Een walk-out bij de COP, de opkomst van XR, Black Lives Matter als succes. Prachtig. Merendeel van de mensen is bewust van het probleem. Code Rood actie in Groningen. Nou, ik heb het idee dat er al flink wat input gegeven wordt. Ik geef nog even een paar laatste seconden voor mensen die nog niks getypt hadden. En dan ga ik straks naar Lisette toe om dezezelfde vraag te beantwoorden. Oh, er verschijnt meer. Grote successen in de beweging. Internationale acties tegen de Energy Charter Treaty. Het stopzetten van de Keystone XL pipeline projecten. Groningen is niet meer te negeren na jaren van zwijgen en het mainstreamen van civil disobedience. Dankjewel voor het schermdelen en dank jullie wel allemaal voor deze antwoorden. Dan gaan we nu naar de eerste spreker van het panel, Lisette Maddens van Fossielvrij Nederland. Lisette, kan jij jezelf kort voorstellen en vertellen over jouw succesmoment in de klimaatbeweging? Ja, dat kan zeker. En wat een goede voorschot dit. Wat een mooie successen worden er al gedeeld via de Mentimeter. Heel tof. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben dus Lisette. Ik heb eigenlijk Fossielvrij vanaf het begin opgericht in Nederland. Eerst vanuit 350, de internationale
organisatie. En heb dat in eerste instantie met Marjan Mindersma en later ook zelf een eigen stichting daar aangehangen om de fossielvrij beweging hier in Nederland te ondersteunen. En verder handen en voeten te geven. Ik ben dus al heel vroeg, 2013 was dat, dus ook aan het begin gestaan van de oprichting van Code Rood bijvoorbeeld. En nou, heel leuk om vanavond terug te kijken op al die momenten die we hebben doorgemaakt in de beweging. Ik denk misschien twee successen, of in ieder geval eentje wil ik er wel uitlichten van iets langer geleden. En dat is denk ik rondom de klimaattop in Parijs. En dat is misschien meteen goed om te zeggen van ja, we hebben toen eigenlijk geleerd van Kopenhagen. Want precies wat jij net schetst, Kopenhagen was een enorm momentum. En ik weet niet wie er toen al in de klimaatbeweging zat. Ik zat toen zelf stage te lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar toen was het een enorm momentum en daarna viel het plat eigenlijk. En inderdaad, burn-outs. Maar in Parijs hebben we er echt van geleerd en hebben dat momentum echt na... Toen hadden we ook de actie Power Through Paris. Dus toen hebben we echt inderdaad... En de Gelände was daar onderdeel van. Na Parijs. Dus 2015 Parijs en 2016 in mei. En de Gelände wereldwijd civil disobedience. Dat zie ik als een supergroot succes en leermoment. Hoe we dat toen echt goed hebben gedaan. En een ander moment zal ik iets korter benoemen. De scholierenstaking september 2019. Na dat hele momentum wat opgebouwd was door Extinction Rebellion. De scholierenstaken vanaf 2018. Hebben we als Fossielvrij ook een hele toffe coalitie kunnen smeden. Om toen in september ook weer 35.000 mensen op straat te krijgen in Den Haag. En dat vond ik ook echt een groot succes. Oké, je zit super hoog in je energie, want er zijn ontzettend veel succesvolle momenten die je benoemt. Maar wat maakt dat je een actie of mobilisatie succesvol vindt? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat betreft, dat is eigenlijk voor dat voorbeeld in Parijs eigenlijk anders dan voor het voorbeeld met de scholieren. Ik denk wat het bijzondere was, om naar het meest recente voorbeeld te gaan, dus in september 2019... was het grootste succes, denk ik, dat wij die coalitie hadden opgezet. En die samenwerking gesmeed hebben. Omdat je zag in januari, zelfs februari van dat jaar, dat er eigenlijk, doordat er internationaal zoveel momentum was door Greta Thunberg en alles wat er internationaal gebeurde, kon eigenlijk een groepje van zeven scholieren kon er een enorme massademonstratie organiseren. Maar om dat vast te houden, dat konden ze niet nog een keer in dat jaar in september. Maar daarin was het bijzondere dat we dus wel met Fossielvrij al onze kennis, en niet alleen Fossielvrij, Code Rood zat ook in die coalitie en Teachers for Climate en nog een aantal organisaties. Maar was het bijzondere dat we eigenlijk de krachten ineen bundelden van het momentum wat eigenlijk vanuit die scholieren kwam en onze actie, kennis en ervaring vanuit Fossielvrij. Dat samenkwam. Dat was denk ik het grootste succes daarin. Ik hoor eigenlijk dat het opzetten van de coalitie of het vinden van de samenwerking misschien nog wel belangrijker is, of daar hoor ik je nu meer over, dan het succes van dat er dan ook mensen op straat komen. Hoor ik dat goed? Nou, misschien wel. En ik denk dat, dat het goed is dat je dat zo aanstipt. Want we hebben het altijd over die 35.000 mensen op straat. En dat is een beetje uit balans van wat het werk wat erin gaat, inderdaad. En natuurlijk, zeg maar, dat die coalitie goed gesmeed is, levert dan die mensen op uiteindelijk. Maar inderdaad, het smeden van die coalitie is echt de basis, inderdaad. En hoe, want je zegt die eerste klimaatmars was deels gewoon het gevolg van dat Nederland soms een beetje achter de internationale mobilisaties of het internationale momentum aansukkelt. Of, nou ja, enthousiast de straten bestormt, maar dan wel pas als de mensen gezien hebben dat het in het buitenland ook cool is. kun je daar verder op doorpraten? Nou ja, meeliften is misschien een groot woord, maar inderdaad, en ik weet niet of het helemaal zo chronologisch is dat Nederland echt zo laat komt. Nou ja, je ziet het wel vaker inderdaad. Dat Nederland is toch wel een beetje afwachtend inderdaad. Misschien wel een goede analyse.
Maar ik denk dat dat dus super belangrijk is. En dat zie je ook weer met nieuwe groepen. Hè? Als wij zien dat het in het buitenland succesvol is, dan gaan we het in Nederland inderdaad ook doen. En dan wordt het veel makkelijker om mensen op straat te krijgen. Dat zie je, denk ik. Ik denk dat dat ook een uitdaging is nu met het klimaatalarm voor 14 maart. Omdat er internationaal niks gebeurt, is het lastiger om die buzz te creëren van, oh, er gaat iets gebeuren, we moeten allemaal de straat op. We kijken toch al, weet je, onze televisie geeft ons ook veel Amerika, Engeland. Dus we kijken toch veel naar het buitenland, denk ik. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is voor de 14e. Het is eigenlijk ook, wat ik meteen al hoor, van die buzz, kan je die afdwingen? Is momentum iets wat afgedwongen kan worden? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk voor een deel niet echt. En moet je echt meeliften en het momentum zien te pakken. En dat was ook zo'n besluit wat wij als Fossielvrij waren natuurlijk heel erg met onze campagnes, onze identiteit, onze toegevoegde waarde in de beweging. Nadat XR en die scholieren helemaal opgekomen waren van wat is onze rol? Dus toen hadden we heel erg in onze eigen bubbel kunnen blijven. Nee, we willen echt vol inzetten op onze fossielvrij campagnes. Maar we hebben toen aangehaakt op die scholierencampagne, op het momentum van die scholieren die er was. Dat heeft zijn voors en zijn tegens, ook voor een organisatie als Fossielvrij. Maar ik denk dat op dat moment dat heel goed was. Dus ik zie al de eerste chatparticipatie. Dat iemand zegt, binnen de beweging leeft het klimaatalarm op 14 maart wel, volgens mij. Ja, sorry Philip. Ik ben net nog geflyerd bij het pontje. Ik ben net nog geflyerd. Dus heel goed. Volgens mij benoemt die vraag heel duidelijk van, hoe krijg je de pers mee? Of is het nodig om de pers mee te krijgen? Misschien is dat wel een vraag. Van, heb je wel eens in je actie of mobilisatie verleden meegemaakt dat er heel veel mensen kwamen zonder dat de media erover schreef? Of dat je echt het succes voelde terwijl dat niet zichtbaar was in de kranten daarna? Ja, het is een goede vraag. En ik denk wel dat de pers best wel essentieel is. En ook al waren we met een hele toffe actie en hadden we echt inhoudelijk misschien veel bereikt, maar als je toch... Als je een massa-actie doet en er wordt amper over geschreven of over gerapporteerd in de pers, dan voelt dat altijd toch wel als een teleurstelling. Dus ik denk dat dat echt wel een essentiële schakel is. Nou, wil niet zeggen dat je niet effectief actie kan voeren of campagne kan voeren zonder persaandacht. Want ik denk wel met hele gerichte campagnes, en dat zie je wel, zeg maar, als je het meer specifiek over de fossielvrije campagnes hebt, zie je dat wij wel heel veel voor elkaar hebben gekregen zonder dat één journalist daarover geschreven heeft. En het is natuurlijk ook dat er een bepaalde macht in de massa zit. Dus hoe meer mensen op straat of hoe meer groepen een bepaald manifest ondertekenen, dat het toch meer kracht krijgt. Dat brengt me eigenlijk op het deel van coalitie bouwen. Waar zie jij voordelen van het bouwen van coalities? En nou, laten we beginnen met de voordelen. Laten we gewoon makkelijk beginnen. Wat voor voordelen, wanneer is coalitiebouwen nodig? Ja, ik denk dat we sowieso echt heel goed in contact moeten staan met de verschillende groepen. En eigenlijk goed van jezelf, maar ook van de andere groepen, je rol weten in de beweging. Dat is nodig. En effectief op bepaalde momenten samen optrekken is denk ik heel belangrijk. Maar we moeten dus je hebt daar inderdaad een spectrum en je moet er niet door vast komen te zitten inderdaad. Als je te veel de hele tijd samen wil optrekken, want dat kan ook vertragend werken natuurlijk. Maar voordelen is, wat ik net al noemde, zoals die scholierenstaking was een heel groot voordeel. Dat wij konden meeliften op het momentum van de scholieren en zij konden meeliften op onze organisatorische kennis en ervaring. Dus dan is echt 1 plus 1 was toen echt 3, zeg maar. Er waren meer partijen betrokken, maar... 18. 3 plus 3 was 10. 18 plus 5 is 50. Ja, zoiets. Dus dat is een heel groot voordeel. En ook bijvoorbeeld nu met zo'n klimaatalarm is het geweldig dat we met zoveel partijen ook die datum hebben gekozen. En dat betekent dat je gewoon van al die partijen, al die achterbannen, mensen voor dezelfde datum kunt oproepen. Ja, dan kan je het gewoon veel groter maken en veel... succesvoller dan zoiets zou je nooit in je eentje of met een paar groepen kunnen doen.
Dus ik denk voor een paar momenten in het jaar is het echt heel belangrijk om echt met elkaar op te trekken. Oké, okay. Dan heb ik ook nog een laatste vraag voor ik naar Jana ga. Namelijk, hoe zie jij de rol van de Nederlandse klimaatbeweging? Hoe plaats jij die eigenlijk in de bredere internationale klimaatbeweging? Van we hebben nu het een beetje gehad over Nederland is soms heel volgend. Maar de Nederlandse klimaatbeweging is vast meer dan alleen dat. Of kan meer zijn. Hoe zie jij dat? Of zie je daar iets van? Hoor je me? Ben je nu harde chats aan het lezen wat daar verschijnt? Wij horen je nog wel, Harriet. Ik weet niet of er met het internet iets aan de hand is. Ik denk dat Lisette denkt dat deze vraag aan Lana stelt. Oh, sorry. Dat dacht ik inderdaad. Ik dacht dat deze van Jana was bedoeld. Dankjewel, Anneke. Dat was de laatste afsluitende vraag aan jou. Ik dacht, we gaan naar Jana. Ja. Nee, dit is de menselijke DIY van het klimaatactivisme. Sorry, kan je de vraag dus even herhalen van hoe wij ten opzichte van internationaal doen in Nederland? Ja. Hoe zie je de Nederlandse rol? Ik denk dat die onwijs belangrijk is. We zijn een... Nou ja, ik denk, en ik denk misschien dat Code Rood dat wel bewezen heeft met Shell Must Fall acties ook. Ik bedoel, Shell is een van de grootste oliebedrijven ter wereld. Ik bedoel, wij hebben de grootste fossiele havens in onze stad. We hebben een van de grootste financiële centra. Onze pensioenfondsen zijn de grootste, van de grootste ter wereld. Dus wij zijn een klein land, maar wij kunnen ons, omdat we klein zijn, kunnen we ons ook goed organiseren. En kijken andere groepen ook naar ons. Nou ja, zoals misschien dat Anneke daar zo nog meer over kan vertellen met die Shell Must Fall acties. Dat was geweldig om te zien hoe in heel Europa dat werd opgepakt. Dus ik denk dat wij inderdaad een belangrijke rol te spelen hebben. En ja, ik ben heel benieuwd dus eigenlijk ook hoe Jana dat ziet. ik denk dat er een belangrijke taak voor ons is weggelegd, zeker. Oké. Okay. Dankjewel, Lisette. We praten zo met jou door. Dan kan Auke, denk ik, nu de spotlight zetten op Jana. Jana, there you are. Jana, so we already heard a lot from Lisette. And I think first you have to introduce yourself, of course, and tell us who you are, what you do, and what your experience of success is in the climate movement. And after that, I'm going to ask you lots of questions, maybe also from the chat. So if you're watching this live and you are in the chat, maybe say something there. But first, the floor is to you. Great. Thanks for having me. First of all, I think it's a super important discussion, not only here, but especially also in the European international sphere, especially around momentum building. My name is Jana, I use she, her pronouns. I am currently in Edinburgh and here active for the Climate Camp Scotland, but I've been like through a couple of like different countries in the recent years. So I actually was active in the Netherlands for around a bit longer than a year, I think. And then I moved to Spain and was very active with local groups there, Barcelona. And then the COP moved to Spain, of course. And I started organizing around COP25 back then, which I think was very much an effort of a coalition to, I think, pull up that, I think, big social summit space and many like localized, decentralized actions around COP. And then I moved again and I was active for around 5 months in a local struggle in Germany against gas in the north. It's a very, like, very, I guess, NIMBY, so like not in my backyard, kind of very local struggle. And moved again, have been active in like for some time in Belgium and got to know Ineos Wolfal, which I think did a great action, maybe some of you have seen at the end of last year. And now I'm back in Scotland and here I'm not only active with the Climate Camp group, but more specifically also for coalition, basically now like the following coalition after Spain. It's called the COP26 Coalition. It's basically a coalition of groups around NGOs and grassroots groups organizing for COP, which again has been like a long period because it was postponed, right? So we're half like really good to know each other. And it's anyone from, I guess, Greenpeace to Milieu Defensie in the Netherlands or Friends of the Earth, but also direct action groups.
And I guess some quick successes from my past on a very local level, I think it was definitely the closure of a coal mine in Durham, which is in the UK. And it was a very like local-led struggle. And I think to what Lisette said, there was actually not much media attention. It was mainly driven by the local council and the pressure that was put by the local action group and support by like several other small groups on the local council. So it's quite interesting, I think. And I think European wise, I think definitely the reach of Ende Gelände and how they have like their EGGE, their strategy around get going Europe, I think was really successful in terms of also getting different climate camps to come and to actually, like, I think one of the reasons why Climate Camp Scotland is a thing is because they were inspired by Ende Gelände doing really cool stuff in Germany. And on the international level, I think at COP 2 years ago now, I think the youth walkout, we've seen like the hands, I think it was a really powerful moment. And then the indigenous gathering outside around COP. Yeah, so far for the successes. So you move around a lot and you've joined a lot of different groups. What makes you decide to put your energy somewhere? Do you mean groups particularly or just on like an issue? What makes you decide, I'm gonna decide to put my energy there? Is that, for example, because the issue is so important, or is that because you like the organizational structure, or because you think mm-hmm. it's time to do something with a better branding, or I like the coffee they serve there? surely the drinks. No, I think it's very much, I think in a way the red thread throughout the groups is very much that they are civil disobedient direct action groups, all of them. I mean, it may be a part of the coalition now. And I think my main interest is, the reason why I'm active in is very much, I think the idea of a coalition, maybe not how it works in practice, but the idea, I think that it can be so strong and it can, I think, support each other in terms of resources, but also I think move the radicality of groups like substantively. So think of this coalition now for COP, the grassroots groups are really trying to push the NGO people, so to say, in a more radical direction towards COP. So I think, yeah, it's very much, I think, trying to enhance the role of direct action groups in more like policy agenda spaces, sort of. So because I often hear that in coalition work or in coalitions, the radicality of the message disappears, but you rather say radical groups can move the Overton window of this coalition. Is that correct? Yeah, I think I would definitely argue for that. I think it's really difficult. I think big NGOs are really important. I think we shouldn't underestimate that they do give a lot of money, for example, climate strikes or for bigger actions. But I think often then they're in a way hindered by also the way where they get their funding from, which is often states or often like other entities that have interests. So I think very volunteer-led direct action groups can have that radical, I think, impact on coalitions that is really necessary. So for example, for the COP coalition now, they just issued a statement on demanding the UK government to include a vaccination scheme in their, I guess, invitation to COP, which I think was very much pushed by very Global South-led groups, which were saying that, of course, the vaccination inequality is hindering anyone from taking climate action. So I think this is very much a push by like a very Global South led group. Okay, I have a last question for you, already the last one, but luckily we will have a more conversation later. And that is, when we prepared this talk, you talked about that the past years, the climate movement has been sort of widening and that it has also, many, many local movements have tried to incorporate a more intersectional approach. Can you maybe elaborate on this widening of the movement and specifically on what your view on this is for the Netherlands? Like what's specific about? So I push a lot in this question, but I'm sure you can handle. Yeah, I think it's a really interesting, I think, question. I think Lisette mentioned something in the similar direction already. I lived in the Netherlands for 3 years or not even, I think 2.5 only. So I think I've noticed some of the movement there and I feel like it's very interesting to compare it to other countries I've lived in like recently, I think, because for example, in Spain, you would see a much stronger anarchist
feminist perspective in the movement. Whereas in the UK, you can see a much stronger, like especially recently, anti-racist like organizing. And in Germany, I know that they're trying hard to get the anti-racist work in, but it's, I think they're in the early stages. And I feel like the Netherlands is particularly interesting because I think they're incredibly good at branding. I think looking at, I think the momentum, especially in how many people got involved, I think they seek to reach people like, in Germany would say the Johannes, like a very general person. I'm not sure what the Dutch word would be, but like a very, like a person. Yeah. That, the Jan, yeah, probably some random name, but I think the person that's in, like not necessarily already radicalized or not necessarily already active in other social groups. So I think looking at the way that things are advertised, but also looking at, I think the entrance barriers are maybe lower. But then of course the question comes, does it make the group less radical or less able to push for like changes that are more like on the grassroots level or more, yeah, more like focusing on social justice. So I'm really curious about the others' opinions on like Dutch branding or like outlook and recruitment schemes. Yeah, thank you so far. We'll definitely talk more about the radicality of the Dutch movement later. Can someone spotlight Anneke for me? And Anneke, you can already mentally prepare. Ah, you're there. Mm-hmm. You can answer, who are you? What are you doing and what is one of your, wat is jouw succesmoment? Ik ga gewoon helemaal door in het Engels, maar dat is helemaal niet nodig. Goed punt. Anneke, wie ben je eigenlijk? Ja, nou, ik ben Anneke. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet eens zo lang actief in de klimaatbeweging. Lang niet zo lang als Lisette. Zo sinds 2016, denk ik. Ik ben actief op dit moment bij Code Rood en Shams Folders automatisch ook. En ik ben ook actief bij de organisatie van het Utrechtse Klimaatalarm binnen de Utrechtse Klimaatcoalitie. En bij een groep die bezig is met het beschermen van het landgoed Amelisweerd tegen de verbreding van de A27. Nou, ik denk dat de Nederlandse mensen in deze groep waarschijnlijk wel weten waar ik het over heb. Want, nou ja, meteen door naar de succesmomenten. Ik denk een van de succesmomenten daar is dat we gewoon heel erg veel bereik hebben gehad. Zeker de laatste paar maanden heel erg veel media-aandacht. Toevallig organiseren we een kleine actie op 20 maart. En die had ik online gezet gisteren en die stond vandaag al in het AD. Terwijl ik verder eigenlijk nog helemaal niks gedaan heb. Dus ja, dat is toch wel een soort interessant als de pers gewoon eigenlijk sneller is dan dat je zelf bent. Moet ik er wel bij zeggen dat dit succes bouwt natuurlijk echt voort op activisten die daar letterlijk al tientallen jaren mee bezig zijn. Dus die natuurlijk ook dezelfde frustraties hebben gehad van inzakkend momentum en weer ophouden en al die cycli door zijn gegaan. Maar goed, op dit moment plukken wij daar denk ik wel heel erg de vruchten van. En wat ik ook wilde zeggen als succes, ik denk dat Shell Must Fall ook, ondanks dat we eigenlijk relatief weinig gedaan hebben, wel een groot succes is. Omdat ik merk dat het met name internationaal iets is wat mensen hebben opgepikt als concept en als narratief. En in verschillende andere bewegingen gaan overnemen. Dus ik denk dat we dat ook echt wel heel erg als een succes kunnen benoemen. Nog los van dat ik denk dat het ook heel leuk is dat we gewoon best wel goed decentraal internationaal kunnen organiseren. Nou, hier hou ik maar even op. Dus, het eerste waar ik op door wil vragen is dat je zegt van opeens is er heel veel aandacht voor de Amelisweerd. Terwijl dat jarenlang daarvoor helemaal niet duidelijk was, gaat het de goede kant op? Hoe zit dat? En in ons vorige gesprek hadden we het over het moment waar een beweging zich in bevindt. En dat het eigenlijk heel normaal is waar we nu zijn. Kun je daarover uitweiden? Het zijn eigenlijk een beetje twee dingen. Ik denk met Amelisweerd specifiek, dat het nu opeens heel erg leeft, heeft denk ik te maken met een combinatie van allerlei
factoren. En dat is denk ik altijd dus met momentum. Dus in die zin denk ik dat je het ook niet zo kan sturen puur vanuit de beweging. Omdat momentum is ook iets dat gewoon beïnvloed wordt door dingen waar je zelf geen invloed op hebt. Maar een van de dingen die hier wel meespeelt is de opkomst van de klimaatbeweging. En waardoor... Maar die was er toch al? Ja, die was er wel al, maar die was er natuurlijk 5 jaar geleden wel echt veel minder zichtbaar dan dat hij nu is. En met die opkomst is ook burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals eerder ook al werd genoemd, is gewoon, wordt minder eng gezien. Dus mensen hebben veel meer begrip voor meer radicale acties om dingen tegen te houden die niet oké zijn. En wat met Amelis Weert ook meespeelt, is bijvoorbeeld iets als de toeslagenaffaire. Dus het totale overwalsen van de overheid over mensen en belangen, dat heeft mensen boos gemaakt. En dat helpt ook in de woede tegen de aanleg van Amelis Weert, waar ook gewoon over lokale belangen heen wordt gewalst. Wel op een andere manier, maar het is hetzelfde idee. Dus ik denk al dat soort factoren spelen mee in waardoor dan opeens dat momentum zo opkomt. En als ik kijk naar de klimaatbeweging meer als geheel, ja, we hadden het er dus over van de week. Toen dacht ik, oh, ik heb ooit een boek gelezen met allemaal stadia van sociale bewegingen. Dus ik pakte dat er nog eens bij. En ik las dat denk ik vier jaar geleden of zo. En toen kon ik de Nederlandse klimaatbeweging eigenlijk niet goed plaatsen in die stadia. Dus dat was eigenlijk voor dat momentum dat denk ik zo, ja, laten we zeggen in 2019 zo enorm gegroeid is. En nu zitten we eigenlijk nog soort van, volgens mij zitten we gewoon nog in dat momentum, dat een beetje op en neer gaat, maar wel soort van blijft bestaan. Alleen waar we voor moeten waken is dat we doorgaan naar het volgende stadium. Dus we hebben al bereikt dat eigenlijk de publieke opinie is al op onze hand. Die vindt ook dat er iets moet gebeuren. Alleen de politiek werkt nog niet mee. En dat is de volgende stap. En dat betekent voor ons dat wij eigenlijk de angst voor alternatieven weg moeten gaan halen. Ook andere dingen gaan doen dan we nu doen. We hoeven niet alleen maar radicaal te doen. We moeten nu ook, denk ik, concreet worden in wat we precies willen. Je had ook een concreet voorstel over wat jij dacht dat we moesten vertellen. Kun je dat nog even toelichten? Ja, nou dat is natuurlijk best moeilijk om toe te lichten. Maar sinds de start van corona dacht ik, oh, ik heb heel veel tijd. Laat ik me door dat enorme, dikke boekwerk van meneer Piketty heen gaan werken. Daar ben ik nu al 10 maanden mee bezig. Wel af en toe neem ik even pauze. Maar goed, dat gaat natuurlijk over ongelijkheid. Economische ongelijkheid. Alle problemen daaromheen en ook hoe je dat aan kan pakken. Dus het gaat over belastingen, over vermogensbelastingen waarschijnlijk met name, hè, om het geld van de allerrijkste die gewoon rijk worden van niks doen, over het algemeen, om dat aan te pakken en allerlei van dat soort dingen. Het gaat ook over aandeelhouderssystemen en dat soort zaken. En ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren als klimaatbeweging, om ook echt een verhaal te gaan vertellen over herverdeling. Want dat is super noodzakelijk ook om het klimaatprobleem aan te pakken. En ik heb het gevoel dat wij daar eigenlijk te weinig over praten. Of dat niet iedereen natuurlijk. Maar ik denk wel dat er natuurlijk heel veel ideeën over zijn, maar dat het in ons verhaal naar buiten te weinig naar voren komt. Dat we te weinig zeggen van wat er gewoon moet gebeuren zijn progressieve belastingen die er zo uitzien. Ook CO2-belasting. Mensen, je moet gewoon mensen, groepen en bedrijven die heel veel vervuilen, moet je natuurlijk meer CO2-belasting hebben dan mensen die weinig vervuilen. Dus die zo'n belasting moet progressief zijn. En ik denk dat heel veel mensen daar eigenlijk nog nooit over na hebben gedacht of geen ideeën bij hebben.
Ik wil eigenlijk ook meteen hier eigenlijk naar vragen van dat is het zetten van een positief verhaal tegenover problemen die eigenlijk verder gaan, nou ja, minder ver gaan, verder gaan dan alleen klimaatontwrichting als probleem. Mm-hmm. Binnen de klimaatbeweging hoor ik ook heel vaak over het gevaar van ecofascisme, van überhaupt fascisme, de nazi's die komen, de potentiële fascisten die straks in de Tweede Kamer terechtkomen. Maar het stellen van een verhaal dat meer doet dan alleen maar we moeten de fascisten of de ecofascisten tegenhouden, kan natuurlijk ook heel belangrijk zijn daarin. Ja. En dan kun je nu dan iets vertellen over dit proactief, reactief mensen betrekken en hoe je ze betrekt, als je deze brug snapt? Nou, dat is best een grote vraag. Nou, je hebt er nog een minuut voor. Okay. Ja, ik denk niet dat ik alle antwoorden heb op alle problemen. Hè? Want de problemen zijn natuurlijk echt heel complex waar we in zitten. En ik denk dat niemand echt precies de antwoorden heeft. En daarom is het extra belangrijk om daarover te praten en te leren van elkaar verschillende ideeën uit te wisselen. Maar ik denk inderdaad van, kijk, fascisme is natuurlijk een walgelijke ideologie. Maar het is denk ik wel belangrijk voor ons om te kijken in welke voedingsbodem die ideologie groeit en hoe we die voedingsbodem kunnen aanpakken. Dus dat we wel een stap verder gaan dan puur benoemen dat het een walgelijke ideologie is. En dat zit ook weer in een radicaal herverdelingsverhaal. En zorgen dat mensen dat kansen eerlijker zijn verdeeld. Dat mensen het gevoel hebben van, oh, mijn kinderen krijgen het beter dan ik het heb en niet nog slechter. Dus daar moeten we zeker een positief verhaal tegenover stellen. En ja, hoe je dat precies moet doen, heb ik denk ik niet alle antwoorden op. Maar dat we dat moeten doen, lijkt me wel duidelijk, ja. Ja. En daarin is samenwerking denk ik dus ook heel leuk, in coalitie, om uit te werken van ja, hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Nou, heel erg bedankt hiervoor. Dat was voor nu voldoende. Mm-hmm. Tenzij straks het publiek, Anneke mag weer van de spotlight af. Tenzij straks het publiek heel erg zegt, Anneke moet heel veel doorpraten over herverdeling. Want het volgende punt op de agenda, nu we van iedereen 10 minuten hebben gehad, waarin we gehoord hebben waar ze eigenlijk een korte introductie hebben gehad van 10 minuten, een lange introductie, gaan we nu naar een volgende Mentimeter. Maar dan in het bijzonder om te horen waar jullie eigenlijk mee bezig zijn. Of waar jullie meer over willen horen. Dus Irene deelt straks weer haar scherm. Je kunt naar menti.com en daar kun je de code weer invullen. En je kunt opschrijven wat je meer wilt horen. En dan ga ik heel driftig meeschrijven en proberen die dingen zoveel mogelijk te incorporeren in het gesprek over momentum, bewegingsopbouw, wat we gaan doen na het klimaatalarm, hoe we daarop voorbereiden, wat dan ook. Als er iets specifieks is wat je wil horen, waar je over door wil praten, dan kun je dat nu hier typen op menti.com en dan de code invullen en de richting van het gesprek bepalen. Neem een paar seconden. Dit is trouwens ook het moment dat als je heel nodig moet plassen of extra drank moet pakken, dat je even heen en weer rent, terwijl anderen voor je bepalen wat de koers van het gesprek is. We zien al 2 dingen verschijnen. Momentum resilience. Corona en demonstratierecht. Ja, ik ga er toch even doorheen praten, want ik ben vast de oudste van jullie allemaal. Ik weet niet hoe het werkt.
Ik snap niet hoe het werkt met dat meti.com, maar ik had een verzoek ingediend waar ik heel kort iets over wil zeggen. Kan ik het ook zo doen, Mariette? Ja, terwijl de mensen invullen kun je even praten. Ik snap niet hoe het werkt. Je kan gewoon praten nu. Ja? Ja. Zal ik het maar meteen doen dan, ondertussen? Ja, je kunt nu hoorbaar. Oké. Okay. Dus graag dat moment. Ik had het ook al geschreven. Ik doe vanavond mee vanuit het Amsterdams Vredesinitiatief. En ik ben tegenwoordig heel blij met de samenwerking die ik zie tussen verschillende groepen. Zo staat er bijvoorbeeld op de website van het 21 maart comité. Dus kan Lonneke kort even gespotlight worden? Sorry? Kan Lonneke even gespotlight worden? Ik op mijn scherm deden, dus dat wordt een beetje... Oké. Okay. Nee, dan niet. Praat maar door dan. Moet ik wachten even? Nee, je kunt terwijl mensen typen vertellen over het Vredesinitiatief. Okay. Nou ja, ik had het dus over de samenwerking met het 21 maart comité. Dat is wel hartstikke mooi dat ook de antiracismebeweging en de klimaatbeweging elkaar hebben gevonden. Ik wil graag vanavond ook nog een oproep doen om ook het hele thema rond oorlogen mee te nemen. Wat ik vaak zie in oproepen en teksten die door verschillende groepen worden gepubliceerd, is dat er heel weinig aandacht is toch voor de echte inhoud als het gaat om de Nederlandse oorlogszucht, noem ik het. Wij doen al 20 jaar mee aan allerlei interventieoorlogen in Syrië enzovoort. Ik hoor het niet meer. Je hoort het niet? Maar ik denk dat de oproep voor kijken naar andere bewegingen, naar oorlog, naar de rol van klimaatvluchtelingen, oorlogsvluchtelingen en hoe coalities te bouwen, dat is in ieder geval wat ik meeneem naar het volgende gesprek. Ja, maar ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Even kijken. Oké, ik zie zo ontzettend veel verschijnen dat ik deels heb meegeschreven en deels niet. Dus als iedereen nog één keer heen en weer kan scrollen. Antifa, nog een stukje naar beneden. Kapitalisme. Ja. Politiek. Mooi. Dankjewel voor al die input. Dan kunnen we weer door met het gesprek. Ook dankjewel Lonneke voor even benoemen dat er meer is dan dat we tot nu toe besproken hebben. Even kijken. De andere panelisten kunnen ook weer gespotlight worden. Als dat lukt. Anneke is er al bij. Jana is erbij. En dan nog Lisette. Oké. Jullie hebben net ook mee kunnen lezen. Van wat er allemaal bijgetypt is. En ik zag meerdere vragen over momentum. Zowel hoe je mensen meekrijgt. Als wat je na de klimaatmars doet. Als hoe je überhaupt. Nou, dat frame ik er dan even van. Hoe je überhaupt een groot iets organiseert nu met corona. Is er iemand die ik als eerste daarover kan laten praten? Bijvoorbeeld Lisette. Dat kan. ja, ik denk dat het super belangrijk. Je bent niet hoorbaar bij mij. Hallo, hallo. Harriet, ik denk dat dit aan jouw audio ligt. Oh. Anneke, zeg jij eens wat? Ja, ik hoor Lisette wel. Oh, niemand is meer hoorbaar bij mij. Dus dat gebeurde net ook met Lonneke. Dat is des te beter, want dan kunnen jullie even met elkaar praten. Terwijl ik gewoon achteroverleun en uitvind wat er gaande is met mijn audio. Nou, dan zal ik even ook... Dus even los met z'n tweeën alvast. Ja, gek. Nou, excuses ook dan, Lonneke. Dus Harriet, die hoorde jou niet, maar wij konden jou nog wel horen. Dus dat was een beetje een gek einde, denk ik. Dus misschien kun je ook nog in de chat nog afmaken wat je zei, Lonneke. Maar dat was dus even een technisch dingetje. Even kijken, ja, momentum en hoe je het opbouwt. Ik denk dat voor 14 maart nu super belangrijk is dat toen we de coalitie opzetten, dat we eigenlijk al meteen hebben gezegd van dit gaat niet alleen tot aan 14 maart, maar ook daarna willen we nog steeds de beweging versterken en opbouwen. En daarom zijn we ook aan de slag gegaan met lokale coalities en hebben ook
Nou ja, ik zeg we, maar er zijn een hele hoop mensen die veel harder hieraan hebben getrokken en harder gewerkt hebben dan ik. Maar om ook die lokale issues van al die groepen in de klimaatbeweging ook een plek te geven in die mobilisatie voor 14 maart. Dus ik denk dat het super belangrijk is dat op het moment dat je start met een momentum op te bouwen, dat je dan al nadenkt over het moment daarna. Ik weet even niet of dit nu een precieze antwoord was op de vraag, maar Anneke, misschien wil jij, terwijl we wachten op Harriet, daarop doordiscussiëren. Ja, ik weet niet of je... Ja, ik weet niet... Ik denk niet dat we nu kunnen zeggen of 14 maart wel of niet momentum is of gaat zijn. Ik denk dat dat misschien ook helemaal niet de vraag moet zijn. Ik denk dat de vraag veel meer moet zijn, weet je, vinden wij het belangrijk om 14 maart op straat te staan? En is het niet ook heel belangrijk om inderdaad groepen aan ons te verbinden en de beweging van binnenuit te versterken en zodat je op het moment dat er iets gebeurt waarmee je momentum kan grijpen, dat je er gewoon klaar voor bent. Weet je, ik denk zelf niet dat het doel moet zijn, we gaan nu momentum neerzetten of zo. Ik denk ook niet dat dat kan. Nee, maar het is wel een belangrijk moment voor de politiek in Nederland om wel, zeg maar, de kracht van de beweging te laten zien en druk die we, of zeg maar het organiseren wat we gedaan hebben, wel te laten zien en uit te oefenen op een belangrijk politiek moment. Dus ik denk wel dat wel super belangrijk is. Ja, maar inderdaad, momentum is misschien breder. Ja. Ja, ik denk dat momentum breder is dan dat, weet je wel. Dat we er moeten staan, ben ik het helemaal mee eens. En dat die mensen, dat we daarna zoveel mogelijk mensen aan ons moeten binden ook. Volgens mij is Harriet weer terug. Of niet? Ik ben weer terug, maar ik genoot wel van het heen en weer zonder mij. Jana, you had some trouble with the translation. Yeah, I do. I think I got some bits. I think I can try to, I think, like weave it together a little bit. I think. Excellent. I think this point of, I think, binding people, I guess, to the movement when the momentum comes, I think it's definitely the essential point. And I would almost say that, like, there is kind of this mix of momentum. Like, one side is that, like, core resilient group that I think builds momentum internally, and people are usually already involved for a while, have like quite a strong group. And the other thing is this like huge hype that I think is like this bomb almost of people that are going to come to the strike, or people that are like reading on the social media accounts and this kind of huge potential of them to potentially become involved. But I think then, in a way, that crucial element is, I think, how does that happen? But also, how do, for example, if there's a coalition, how can the coalition like bind these people to the group? Because if they come, for example, from their background, from like, I think one of the groups joining is the socialist something group. So they come from their background. The question is, of course, like, where do they find their spot in the coalition? Or like, why do they want to volunteer for that larger movement? So I think it's very much about how, not maybe how to keep the momentum as up, but how to bind people that are like mobilized by that hype to the cause. Maybe one more thing I think I picked up is the idea of like the local issues, how we can incorporate them. And I think for me, this is like currently a really huge question, because often the very local struggle, like for example here, the struggle that Climate Camp is fighting is against the liquid natural gas plant called Moose Morin. And like the group is like a local activist group, and like, they're not necessarily the first group that would want to come to a migrant justice workshop. Although, of course, everyone is like waving the climate justice flag, but like their issues are really different. So I think it's also a huge question of like, how do we actually take along or combine these local struggles with like the wider idea of climate justice or international solidarity even? Because I mean, for them, like at the moment, worker rights or like air pollution is much more important than, for example, I mean, people dying from Shell in other countries, for example. Ik denk dat dit een mooie brug is naar iets waar ik het met verschillende mensen over heb gehad. Namelijk, sommige van jullie gaan van groot naar beneden toe. Dus vanuit een nationaal of internationaal doel kijken naar hoe lokale groepen daar iets mee kunnen.
Terwijl we ook het soort van model van, we zijn een lokale groep, we hebben dit specifieke ding, nou, misschien niet in onze achtertuin, maar wel een kwartiertje fietsen vanaf ons huis, richting internationaal. Beide heeft zijn voordelen, maar beide hebben ook specifieke problemen waar je tegenaan loopt. Ik denk dat ik eerst van Lisette wil horen van hoe krijg je eigenlijk mensen in een willekeurig dorpje in Nederland enthousiast over een nationaal plan, zoals een bepaald pensioenfonds, lastig zitten. Hoe doe je dat? Oh, dat is echt een hele goede vraag. En we hebben ook niet altijd het antwoord, want het is, of in ieder geval, het is ook een uitdaging waar wij mee zitten, inderdaad. Want dat is inderdaad het doel wat we als fossielvrij hebben. We willen inderdaad een beweging zijn, een netwerk, lokaal verankerd door Nederland en ook heel sterk geleerd aan de internationale beweging. En wat wij zagen was, zeg maar, op het moment dat het dus heel succesvol was, was dat er gewoon hele succesvolle voorbeelden wereldwijd, maar ook in Nederland zijn, waardoor mensen lokaal... Enerzijds moeten ze... Sorry. Er was even iemand unmute. Enerzijds moeten ze dus, denk ik, geïnspireerd worden door een succes wat iemand anders behaalt. En anderzijds ook heel concreet dat kunnen vertalen naar je lokale situatie en je lokale handelingsperspectief. En dat is inderdaad ook in het geval van ABP niet altijd makkelijk. Hè? Dat is een enorm pensioenfonds, een van de grootste ter wereld, de grootste in Europa. Wij zien dat daar dus heel veel potentie ligt om als burger een enorm verschil te kunnen maken voor het klimaat. En ook lokaal, want jouw leraar, of dus jouw school in jouw dorp, is aangesloten bij dat pensioenfonds. Maar om dat dan inderdaad, om daar ook nog een emotionele band mee te hebben, dat is vaak ook dan de uitdaging. Dus daar zitten wij soms inderdaad ook mee, van hoe vertaal je dat nou en hoe doe je dat op een goede manier, zodat er ook inderdaad ruimte is voor de andere weg, zoals jij het zo mooi beschrijft inderdaad, van wat er lokaal speelt. Nou, neem bijvoorbeeld Tata Steel, weet je. Dat is bizar wat daar gebeurt. Maar wij als Fossielvrij hebben eigenlijk niet echt, tools of zo om die groep aan te bieden. Ja, misschien hebben we dat ook wel. Maar dat is een andere aanvliegroute, inderdaad. Anneke? Andere aanvliegroute. Jij hebt ook een... jij hebt een andere aanvliegroute. Kun je daar nog een keer over uitweiden? Of misschien is dit ook interessant om hier te kijken naar welke spanningen het met zich meebrengt als je vanuit een soort van NIMBY-activisme groter probeert te kijken. En als jij er moeilijk bij kijkt, dan is this maybe also the moment that Jana can hear. How you move from not in my backyard activism, how you get those people towards the not in my planet kind of activism. Ja, ik kan wel iets zeggen over Amelis Weert hieromtrent. Wij proberen heel erg om... Kijk, Amelis Weert is natuurlijk gewoon maar een klein stukje bos. En wereldwijd stelt het allemaal helemaal niet zo heel veel voor natuurlijk. Dus wij proberen het heel erg te maken, een voorbeeld te laten zijn van wat overal structureel gebeurt. Hè? Dat bos en natuur gewoon helemaal geen reet waard is op het moment dat er een mens voorbij komt. Dus dat proberen we in ieder geval in onze communicatie en in onze uitingen en in onze doelstellingen ook allemaal te benoemen. Wat we in ieder geval merken is dat alle de mensen die betrokken zijn, die zouden natuurlijk kunnen zeggen van daar zitten we allemaal niet op te wachten. Wij willen het gewoon over Amelis Weert hebben en waarom halen jullie al die andere dingen erbij? Maar dat gebeurt niet. Dus het is in ieder geval is er heel veel erkenning van dit is inderdaad gewoon een onderdeel van een veel groter, veel structureel probleem. Maar dat betekent nog niet dat de mensen die in Utrecht actief zijn, dat die ook bereid zijn om bijvoorbeeld naar een bosbezetting in Duitsland te komen. Dus ik denk dat de tijd zal leren hoe dat zich ontwikkelt. Ik kan daar nu niet een antwoord op geven. Dus misschien heeft Diana daar een beter voorbeeld. Yeah, I think it's a really difficult question. And I think
I think really believe that I think the climate justice narrative, or not only narrative, but also almost ideology, is in a way like is going to come, and I think is super relevant. And I think a good example, for example, is when I was active in Northern Germany in Wilhelmshaven, where like a LNG terminal was going to be built. The group was like started off as like a citizens initiative, and like most people in the group, like it was like five people, like they're all involved because the pipeline is going to be built through their garden. Like it was like the most literal example of NIMBY activism. And we actually though like got to connect with a couple of groups in Texas, which are also affected. I mean, maybe in like a different way, it's like more related to fracking, but I think, which is of course not directly Global South, but I think just simply by like organizing a talk of these different groups that are directly affected, I think already changed their perspective that it's not only them like being affected by this issue. So I think small steps towards, I guess, seeing how huge these issues are really great. And I think, I mean, ideally, I think in some way, I think having almost like a buddy partnership with a group that's more on the front lines would be the ideal solution. But I think like here in the UK, it was more and we tried, because the plant is run by Exxon and Shell. We tried to connect with like Mozambique and tried to connect with some local activists, but it's, I think it is really difficult because like, for example, in the case here in the UK, the party they vote is incredibly fairly right wing actually, which is mainly based on their worker interests, I guess. So I think the negotiation of that call was difficult because many of the activists there are very left wing, let's say. But I think in general, I think trying to attempt these dialogues is a huge asset. And I think also in terms of actually shutting down global infrastructure, I think this is like the way to go. I think to really try to show how interconnected these things are. I think especially with finance, what Lisette mentioned earlier, you put finance in that as well, then like different countries and different responsibilities come really together. Thank you. Ik hoor nu... Oh, kan ik er nog iets op terugzeggen? Ja, nou, als je er 1 minuut mee wacht, ja? Dan roep ik de mensen in de chat op om uit te typen wat het beste is, het beste scenario, of hetgene waar jij het meest gelukkig mee bent, wat er gebeurt met de klimaatmars, de 14e. Dus hoe je dat het beste voor je ziet. Deels ook vanuit wat je tot nu toe gehoord hebt over coalities bouwen, buddy partnerships met andere groepen. Wat dan ook. En terwijl je daarover nadenkt, moet je even multitasken in je hoofd. Want gaat Anneke ook nog doorpraten? Dat kan ik dus echt totaal niet. En iets typen en luisteren. Maar goed, ik ga gewoon praten. Wat ik wel dacht is... volgens mij zijn er heel veel mensen die iets willen doen. Weet je? Die zien dat er een probleem is en die willen iets doen. En dat het dan heel erg kan helpen op het moment dat ze iets in handen krijgen... waar ze concreet mee aan de slag kunnen. Dus bijvoorbeeld zo'n ABP-campagne van Lisette, weet je wel, dan ligt er iets wat mensen kunnen aanpakken. En dat is denk ik hetzelfde als met de Shell Must Fall-acties. Toen wij een internationale call-out uitdeden van kom in actie decentraal tegen die aandeelhoudersvergadering, weet je, dat mensen op een bepaalde manier daar ook op zitten te wachten. Op een iets om te doen. Het gevoel hebben dat ze deel zijn van een groter iets. In die zin denk ik van... Ja, dat werkt misschien niet zo heel erg goed met een lokaal issue uitbreiden. Maar je kan dus wel sommige issues op die manier wel overal... neerleggen. Maar niet zozeer vanuit echt als mensen zelf in hun eigen shit zitten, omdat mensen een pijplijn door hun tuin gaan leggen, dan is dat denk ik niet het moment waarop ze heel makkelijk ook nog even internationale groepen erbij gaan betrekken. Lisette? Ja, ik wilde ook wel zeggen, want we krijgen nu natuurlijk een ander probleem. Dat is niet pijplijnen in de tuin van mensen, maar de NIMBY van de windmolens. En dat is nu eigenlijk al een probleem dat er allerlei groepen heel veel weerstand bieden in Nederland. Zelfs groepen gelieerd aan of binnen de klimaatbeweging.
Dus we gaan echt een situatie krijgen waarbij we echt moeten vechten voor verschillende maatregelen. En waarbij maatregelen ook hoe zeg je dat, pijn zullen doen of effect zullen hebben. We zullen het gaan merken dat die transitie er komt. En, dus ik denk wel echt dat het heel belangrijk is dus dat we ook begrijpen wat de lokale issues zijn. En bijvoorbeeld als er een windmolenpark komt, dat we dan heel erg goed luisteren naar de bewoners en ze participatief meenemen in de besluitvorming en dergelijke. Dat er niet zomaar zo'n windpark wordt neergezet, maar dat het belang van dat windpark wel altijd voorop staat. Want we moeten gewoon als een gek windparken gaan aanleggen en zonnepanelen. Weet je, die investering en die verandering die er moet komen is zo onwijs groot. Dat we ook als klimaatbeweging ook daar coalities moeten gaan zoeken met mensen, met lokale mensen, waarbij die dat ook zullen gaan merken, al die maatregelen. Dankjewel. Voor de nu langzaam, want het is alweer 9:10, dat betekent dat ik langzaam richting een beetje afsluitende dingen ga komen. En dat betekent dat de enige persoon die in de chat... De enige personen die in de chat getypt hebben wat zij hopen van de klimaatalarm de 14e, dat die superveel aandacht krijgen. En iemand zegt, wat ik hoop dat er uitkomt is een links-progressief kabinet. Maar de vraag is of het klimaatalarm daarvoor het middel is. Iemand anders zegt 50 keer op verschillende plekken een goede grote opkomst. En Lonneke benadrukt nog een keertje dat ze hoopt dat de oproep van de vredesbeweging ook bij de klimaatbeweging naar voren komt. En Edwin is live aan het typen dat hij hoopt dat de uitkomst daarvan is een coalitie en een beweging die opgebouwd wordt. Nou, dat is dus een beetje wat er in de chat is gebeurd voor de mensen die het ergens anders kijken. En dat brengt me eigenlijk op een paar vragen die ik allemaal hoop dat we nog kunnen beantwoorden of behandelen in ieder geval. Het eerste is waar ik het over wil hebben is de neiging in activisme überhaupt om heel erg te focussen op de uitkomst en niet per se altijd op de weg ernaartoe. Dat het natuurlijk zoiets dreigends is en dat er zoveel haast voelt dat we zoveel mogelijk successen willen en zo snel mogelijk impact. Dat is iets waar ik het over wil hebben. Het andere is dat ik nog een keertje wil praten over het verhaal dat we zelf neerzetten. Dus hoe komt zo'n verhaal tot stand? Hoe heeft een klimaatalarm impact op het verhaal dat naar voren komt? En het laatste waar ik het nog over wil hebben is de Green New Deal. Dat is ook al eerder in de chat gezet. Daar moeten we het eigenlijk over hebben als antwoord op allemaal dingen. En ik laat het nu eigenlijk aan jullie drie om te bedenken. Gaan we eerst praten over de uitkomst versus de weg ernaartoe? Gaan we het eerst hebben over het verhaal of gaan we het eerst hebben over de Green New Deal? Nu kijk ik afwachtend. Ik vind die eerste vind ik gewoon een heel goed punt wat je maakt. Het proces en er is altijd die aandacht voor het resultaat, maar het proces ernaartoe. En ik weet niet of dat. Maar ik vind één voorbeeld heel tekenend. En dat was Fleur, die ontzettend enthousiast was. Na een vergadering van Code Rood. En in die vergadering van Code Rood was dus besloten om op Shell te gaan focussen. Waarom is ze nou zo enthousiast? Maar dat was zo'n goed proces geweest om tot het besluit te komen om zeg maar Shell Must Fall te gaan doen. Dat zij op dat moment dus super enthousiast was. Dus ik vind het heel leuk om te zien dat bepaalde mensen dus ook echt heel enthousiast kunnen worden van goede processen. En ik persoonlijk ben daarin ook echt lerend. Of ik heb de afgelopen tijd daar heel veel in geleerd. Omdat ik zelf ook heel erg gefocust ben op resultaten. En wat je uiteindelijk ziet. En niet zozeer in het proces ernaartoe. Maar inderdaad, ik vind het echt een supergoed punt wat je hier aanhaalt, Harriet. Dat proces en die coalitie. En de manier waarop besluiten tot stand komen is echt superbelangrijk om tot een succes te komen. And for you, Jana, if the Netherlands don't end up with a left progressive government, what would be the second best result of the climate alarm, according to you? So we're doing all this mobilizing for this climate alarm. One of the hopes is that it will result in the best left progressive cabinet possible. But if that doesn't happen, what would be the second best option from all this mobilizing?
this is the question to me because in English, probably yes, right? Yeah, I was like a little confused going back and forth in the translation. I think the question in the chat, I think you're referring to, I think was really interesting because it very much relates to this idea, I think, what, but if we're focusing on the results, because in some way, I think it's this big question, right? Do we hope for political change or do we want to go kind of like outside of politics in some way? But yeah, I think, I mean, like personally, I think I'm, at least in German context, a little bit hopeless when it comes to politics. But I think in the Netherlands, what I see maybe as something beyond, I think, mobilizing many people for the climate march is maybe to, I think, strengthen the ties between groups and not only climate groups, but also other groups, which are, I think, like increasingly focusing on climate and seeing like the connections to like the climate crisis exacerbating other issues. I think another, maybe another outcome could be, I mean, this is like really high aims, I guess. I think it's very much a process outcome of like seeing how like this long period of not being able to actually go on the streets has been potentially strengthening or making people to realize how resilient activism looks like in terms of trying to prevent burnout, trying to, I think, looking at new ways of organizing that are gonna sustain the next 5-10 years, or depending on how optimistic or negative you are. But I think, because we need, I think, that organizing capacity, especially that resilient, strong core to, I think, keep on moving. So I think for me, it's maybe more that than just mobilizing many people on that day. I think it's really about these like core groups that have that like incredible volunteer capacity that I think should lead, in my opinion, or not should lead, but I think should be a core part of that future struggle. Cool, thanks. And Anneke? Voor jou, uitkomst van het klimaatalarm, wat zou het beste zijn? Is dat toch weer als er een ander verhaal gepusht wordt of als we allemaal dansen rond de meiboom met slingers? Of als spontaan Shell het land uit wordt gejaagd naar de verkiezingen? Wat is jouw ideale scenario? Nou, dat laatste zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik denk dat de verwachting dat een demonstratie leidt tot politieke verandering sowieso een verkeerde verwachting is. Ik denk dat een demonstratie daar eigenlijk nooit toe leidt. Dat een demonstratie in eerste instantie eigenlijk altijd leidt tot het beïnvloeden van publieke opinie. En meer mensen aan je kant krijgen. En dat je vervolgens een proces in moet gaan om de politiek te beïnvloeden. En dat dat eigenlijk veel meer gebeurt via lobby en alternatieve verhalen en dat soort dingen. Dus ik, wat dat betreft ben ik misschien je zou het iets cynischer kunnen noemen. Aan de andere kant ook minder teleurgesteld misschien als er na 14 maart niet opeens een progressief links enorm klimaatradicaal kabinet opduikt. Ik denk dat daar nog stappen tussen zitten, helaas. Ja, ik zou ook graag willen dat het sneller gaat, natuurlijk. Maar ja, ik ben dus heel blij als er gewoon heel veel mensen komen, als er goede dingen in de media staan en als we daarna de samenwerkingen voort kunnen zetten om de plannen te maken die nodig zijn. Cool. Dat klinkt eigenlijk best wel positief. Nou, en een beetje dansen om de meiboom. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Toch een beetje dansen om de meiboom. Oké, fijn. Moet wel leuk blijven, hè? Dat is ook een belangrijk punt. Moet wel leuk blijven. Ja, dat is vaak met activisme dat je dat af en toe jezelf nog voor moet houden. Dat wel moet. Dan wil ik het ook nog, omdat dat in de chat een paar keer genoemd werd, heel kort over de Green New Deal. Ik heb daar eigenlijk niet een super goede vraag over. Dus als iemand hier spontaan op aanslaat, Green New Deal, wat doen we daarmee? Dan is dit je kans. Of is dit het moment dat je mij als moderator kan redden door in te springen zelf? We zouden ook zelfs Edwin kunnen vragen om even op mute te gaan om hem zo te stellen, of niet? Of is dat... Wil je dat doen, Edwin? Onconventioneel, omdat hij het in de chat zette. Dat kan. Ik had het inderdaad in de chat gezet, meer als inspiratie. Of tenminste, wat ik in de chat schreef, is dat de Green New Deal in sommige landen, zoals de Verenigde Staten of in de UK, best veel mensen weten te verenigen. Vanuit grassroots, politieke partijen, NGO's,
rondom thema's klimaat die best wel belangrijk zijn. Dat zag je ook in de Verenigde Staten. En hier in Nederland komt het iets minder van de grond. Ik weet ook niet of het nodig is, maar ik vroeg me meer af, zou dat ook iets kunnen zijn wat in Nederland zou kunnen werken? Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Nou, zou dat kunnen werken? Ja, ik vind het een hele goede vraag. En ik vind het inderdaad interessant om te zien hoe het in het buitenland werkt en waarom het precies hier in Nederland niet aanslaat. Ik weet dat er wel een aantal groepjes ermee bezig zijn geweest. Maar het is inderdaad nooit zo groot of ambitieus of zo aangeslagen hier. En of dat nou komt dat er andere alternatieven zijn. Of dat... ik kan het niet zo goed inschatten waarom het niet zo is. En tegelijkertijd denk ik dat het wel inderdaad een mooie kans zou kunnen zijn om die paraplu wel op te pakken, om ook meer de oplossingenkant op te gaan. Juist als klimaatcoalitie. We zien nu dat er dus steeds meer klimaatcoalities lokaal sterker worden en ook nationaal. Dus ik denk dat het ons heel erg kan helpen als een soort paraplu om ook, waar moet het dan heen, in oplossingen te gaan denken en meer concreet te worden. Anneke gaf dat eerder ook aan, dat vind ik een hele goeie. Dat we ook af moeten van het nee roepen en het radicaal zijn, maar ook concreet oplossingen moeten aanbieden. Dus ik denk dat Green New Deal framework ons daar heel erg goed bij kan helpen. En juist ook overstijgend is aan groepen en partijen. Ja. Anneke, wat denk jij ervan? Want jij noemde inderdaad al de herverdeling. Jij zei ook, er is al woede die niet per se met het klimaat te maken heeft. Bijvoorbeeld rond de toeslagenaffaire of andere plekken waar je denkt, het gaat niet zo best overal. Is de Green New Deal daar een antwoord op? Waarom blijft dat uit? Volgt Nederland hier ook gewoon weer een paar maanden later? Heel eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Ik sluit me wel aan bij wat Lisette zei. Ik kan me voorstellen dat de Green New Deal inderdaad een framework kan bieden voor in de volgende stappen die wij moeten zetten. Ja, of we het dan een Green New Deal moeten noemen of iets anders. Dat... ik weet niet. Ik kan me voorstellen dat het Green New Deal, dat het bij veel mensen niet per se iets herkenbaars oproept, wat het in Amerika wel doet. Dus misschien dat het daar ook in zit en hebben we gewoon een andere naam nodig. Dankjewel. Het is nu... Jana wilde nog iets zeggen volgens mij. Ik ben heel nieuwsgierig. I think it's a really, actually, I think, I mean, it's quite big here in the UK, and I think it's a quite a good opportunity for the Netherlands, because I think it has this very, I think on the one side, this like almost new trendy character, which I think always good to maybe reach a different audience. And I think also it has this very, I think, I wouldn't say politically neutral, but I think it's able to grasp, I think, people from the audience that are maybe from like, are not already in the climate movement. I think it also relates to the question also in the chat earlier about degrowth. I think it's another, maybe not within, of course it's different, but I think it's another, I think, idea of like a coalition that could, I think, gather different groups of people. And I think it's really good to have like different kinds of coalitions, or maybe not coalitions, but just, I think, allied groups that then can, I think, push from different directions. Dank je wel. Ik wil jullie nu allemaal nog 1 minuut geven om iets samenvattend te zeggen of iets waar je nog de focus op wil leggen. Dus de 14e maart komt dat klimaatalarm. We hebben het gehad over momentum, over coalities bouwen, over NIMBY-activisme en nog allemaal dingen. Kies daaruit wat je als laatste wil belichten. En ik begin bij Anneke, dan bij Lisette en dan weer bij Jana. Dus Anneke, ik zet je weer lekker voor het blok. Afsluitende woorden. Behoorlijk. Ik zat net door mijn aantekeningen te gluren van wat ik nog wilde zeggen. Afsluitende woorden. En dan ga ik toch even in een andere richting. Ik denk dat wij als klimaatbeweging niet goed zijn in onszelf credits geven. Terwijl ik denk dat er heel erg veel bereikt is de afgelopen jaren. Alleen dat we soms gewoon niet realistisch zijn in wat we denken dat we kunnen bereiken. En daarom niet goed zien wat we wel hebben bereikt. Maar we zijn enorm gegroeid. We hebben heel veel mensen mee. Het klimaat staat veel meer in de media. Er wordt heel veel gedaan, weet wel. Als je nu met je buurvrouw praat, dan weet die waarschijnlijk prima waar je het over hebt en steunt ze het ook nog. Dus ik denk dat we
best wel positiever mogen zijn over onszelf. Kijk, we zijn ook maar mensen. En de wereld is best groot. En daar gebeurt heel veel. En dat kunnen we niet allemaal tegelijk beïnvloeden. Dus ja, laten we een beetje lief zijn voor onszelf. En gewoon ook vinden dat we goed bezig zijn. En ik wil ook Lonneke bedanken voor haar input. Ik ga het wel meenemen. Dankjewel. Lisette? Ja, dat zijn hele fijne woorden, Anneke. Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. En wat ik daaraan toe wil voegen, want er gaat nu iets in de chat van is demonstratie dan wel het juiste middel als dat de verkiezingen niet gaat beïnvloeden? Nou, ik wil eigenlijk daar even iets tegenover zetten, want daar ben ik het helemaal niet... Ik snap eerder wat jij zei, Anneke, van is dat nou wel één op één zo te herleiden? Maar ik denk dat die demonstratie juist super belangrijk gaat zijn om de toon te zetten van dit nieuwe kabinet. Of zeg maar, en ook de toon in het publieke debat. En ik wilde één kort voorbeeld nog aan toevoegen. Dat is namelijk precies 4 jaar geleden, toen er ook verkiezingen waren. Toen ging het totaal niet over het klimaat. En het irriteerde me als een gek. En het irriteerde blijkbaar veel meer mensen. Dus een week voor de verkiezingen was ik op een avond met allemaal duurzame bobo's. Wij zijn zo duurzaam. En ik weet nog dat Jort Kelder was daar. En die zei, ja, dus eigenlijk hebben jullie het niet goed gedaan. Want het gaat helemaal niet over het klimaat. En er was één meneer en die zei, ja, wat gaan we eraan doen? En toen hebben we in 1 week tijd, of hebben we met die avond een biertje gedronken, een petitie opgezet. En in 1 week tijd hebben wij met de petitie, wat gelijk ook de titel van het doel was wat we wilden bereiken, namelijk klimaat wordt een hoofdthema in het NOS-slotdebat 1 dag voor de verkiezingen. Dat hebben we binnen 1 week bereikt. In een weekend 10.000 handtekeningen en bam, het stond op de agenda. Rutte moest allemaal vragen beantwoorden over het klimaat. Vervolgens noemt hij zich het groenste kabinet ooit. Natuurlijk heeft het niet genoeg gedaan, maar het is in 1 week tijd hebben we het bam hoog op de agenda gekregen. En dat is ook mijn hoop voor 14 maart, dat we echt dat momentum gaan pakken en dat we echt zorgen dat het weer echt hoge prio-thema wordt van het volgende kabinet. En ik heb daar wel goede hoop op dat we dat met 14 maart kunnen gaan doen. Zet het in je agenda. Wees erbij. Inspirerende woorden. Jana, your last. Your last statement. I think a general point, I think, might be a little bit of the blue, but I think make some friends. I think the strong friendships are literally, I think, the core that keeps momentum, I think, over any lows, and especially after big events. And I also really think that in terms of coalition building, I think stay in the struggle, stay in the politics that are, I know, often very annoying. And I think, especially when you're really involved and you realize that there's so many politics going on between groups, sometimes even more than in a way against your opponents or against the government. So I think keep within that. And I think also Annika said, I think realize that there's been so much been done. I think the international perspective always thinks about crazy, the Ojenda case. I mean, it's been it's huge, right? It's so huge. And I think there's still so much potential around, in some way, getting positive, I think, responses or even mobilization around that still, although it's already there. And I think maybe finally, maybe think already now about what's the first recruitment event after the march? What's the first action after the march? And that could be something that's for that Jan or but also for maybe an anarchist, or I think thinking about the different people that are going to come or are going to watch the march on their Instagram or on TV or wherever, and how they can be right afterwards, channeled into climate action. You start up mute, Harriet. Thanks. Nou, het was goed, want ik was net aan het zeggen dat ik eigenlijk niks meer had toe te voegen. Dus ik voegde maar meteen daad bij woord door dat ook niet te doen. Want met dit maak vrienden, zorg dat je het er ook overheen tilt. Dat je na het momentum niet inzakt als een pudding, maar nog een keertje afspreekt met iedereen. Een volgend recruitment moment hebt. Geloof ook in het succes van wat we tot nu toe behaald hebben. Lees het moeilijke boek van Anneke, niet Piketty, maar dat andere boek over de verschillende fases van de beweging. Kom naar dat klimaatalarm. As we speak, terwijl we nu bezig zijn, zijn er waarschijnlijk ook nog ergens in Nederland mensen heel hard bezig met niet naar een webinar kijken, niet mee chatten, maar met organiseren
van dat klimaatalarm. Dus kom daar vooral de 14e heen. Ga ook een paar dagen daarna stemmen. En ga ook een paar dagen daarna gewoon nog een keertje naar allemaal klimaatevents. Om het ook vast te houden. Een andere manier waarop je het vast kan houden is al wat dichterbij. Volgende week, 3 maart, dezelfde tijd, is er weer een webinar. Dan gaan we in op de klimaatplannen van verschillende politieke partijen voor de komende verkiezingen. En het programma heet dan Groene Beloftes, wat zijn ze waard? Het gesprek is dan met Rachel Walker, Jesse van Schaik en Laurie van den Berg, als ik het goed heb. Mocht je meer van klimaatstrijd in crisistijd willen zien, alle vorige panels die zijn te vinden op YouTube, op het kanaal van Code Rood. Mocht je in de toekomst ook meer willen zien of denken, arbeid uit het verleden wil ik ook gewoon belonen, dan kun je een tikkie sturen. Die verschijnt geloof ik in de chat. Dus klik daarop, geef al je geld, koop je schuldgevoel af. Of begin met je schuldgevoel afgeven, heb een eerste stap gezet. Kom daarna ook naar het klimaatalarm en ga daarna de hele fossiele industrie ontmantelen. Daarvoor is een tikkie ook een goede eerste stap. Dus doe dat allemaal vooral. Als je geld doneert, dan kan een webinar als deze voor en door de beweging ook in de toekomst nog blijven bestaan. Dus dat is leuk. Wil je op de hoogte blijven, dan kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat is ook via een link in de chat. En dan rest me niks anders dan... jullie hebben de sprekers al gezien. Die ga ik straks bedanken. Maar eerst nog even, dit is bedacht en georganiseerd en bij elkaar verzonnen door een redactieraad. Dus die wil ik ook heel erg bedanken. Veel input kwam ook wel uit de chat. Dus dank je wel daarvoor voor het actief meedoen. En heel erg bedankt panelleden. Dankjewel Lisette, dankjewel Anneke, dankjewel Jana voor meedoen. Met alle moeilijke vertalingen heen en weer heb je alle drie super goede bijdrages geleverd. Dit was Klimaatstrijd in crisistijd. Tot volgende week en in ieder geval tot 14 maart. En dankjewel Harriet. Yay. En dan kunnen we denk ik stoppen met live gaan.